Ik ben Sophie, ik ben 23 jaar. Ik heb 4 jaar Romaanse Germaanse gestudeerd en dan heb ik nog economie bijgestudeerd. Ik wist eigenlijk niet heel goed wat ik wou. Ik wou het bedrijfsleven in, maar meer wist ik nog niet. Dus ik was op jobsites aan het surfen en ik kwam dus de vacature van Macro tegen, waar ze management trainees zochten. Ik geef eerlijk toe, ik wist eigenlijk niet heel goed wat dat inhield. Ik wist oké, een traineeship, leuk, hè? Ik ga daarvoor solliciteren. En ja, gaandeweg leert je daar meer over kennen en oké, het leek mij heel leuk. En zo ben ik dan een ronde verder geraakt. En voor ik het wist, had ik de job. Het was mijn eerste sollicitatie, ik ben direct begonnen. 4 maanden trainee geweest. Hè? Ze zeggen meestal, een klein jaar zijt je trainee, dat kan sneller gaan, dat kan langer duren. Dus ik ben 4 maanden trainee geweest. En dan kwam er bij mij in de vestiging, ik werk in Metro Antwerpen, een vacature vrij voor afdelingschef. En ja, ik ben daar gewoon opgesprongen. Het leek mij een heel leuke kans. En kijk, voilà. Vandaag ben ik afdelingschef droge voeding.